boekje achter wat ik ken, wat graag een kuru skiet. En een groot kuru bal blijft daarom altijd de uitdaging. Oom Lou van der Merwe het altijd gesê, die jachter wat in sy eie in die bossen gaan en een kuru bal sonder die hulp van een gids skiet, het baie ver op sy jachtpad gevorder. Een kuru is die meester van die kamofleerkuns en hij raak sommer net so weg tussen die bossen. Die volgende kuru was een van daardie kurus wat niet zijn lijf wou wys nie. En gelukkig het die jachter een 9.3x62 gebruik om hom te skiet, want die koel moest tussen redelike dik takke deur. De reactie van die kuru was echter baie goed en mens kon dadelijk zien dat hij baie hard getref is. Die volgende kuru was precies die teenoorgestelde wat in die oopveld geleë het. Dit was ook een goeie skoot en die kuru het 50 meter verder omgedop. Onthou, as jy een kuru gaan jag, vat vir jou een geweer saam en nie een verdomde pea shooter.